Davos ligt op 1560 meter en is daarmee de hoogstgelegen stad van Europa. Er wonen 12.000 inwoners. Jaarlijks verblijven 2,5 miljoen toeristen in Davos om te skiën of te langlopen. In Davos staat ook het Nederlands astmacentrum. Per kwartaal kunnen 82 patiënten de zuivere lucht van Davos inademen. Bart Veldkamp is ook astmapatiënt. Een betere plek als voorbereiding op een groot toernooi is voor hem dan ook niet denkbaar. Ja, de lucht is hier gewoon zuiver. Dat is gewoon bekend. En ik word alleen maar beter van, omdat ik ook astma heb. Ik functioneer gewoon helemaal beter. Mijn lichaam tijdens de wedstrijden gaat gewoon veel beter. En ik heb altijd kringen onder mijn ogen als ik gewoon in Nederland ben. En ja, die verdwijnen hier een beetje. En ik voel me gewoon veel beter. Een stukje schaatsgeschiedenis. De natuurijsbaan van Davos werd gebouwd in 1892. Een initiatief van met name buitenlanders. De schaatsport was nooit populair in Zwitserland en is dat nog steeds niet. De eerste wedstrijden werden verreden in 1894. Bijna 40 jaar later, in 1933, reed Siem Heiden een wereldrecord op de 5000 meter. Hij woont nu in Rotterdam en het ging zo. Toen ben ik naar de ijsbaan gegaan, dan ben ik naar meneer Van Laar gegaan. Ik zei, meneer Van Laar, als ik de derde ronde reed, wil je dan opgeven hoe of dat ik boven of onder het wereldrecord ben van Ballengruut? Hij zei, waarom de derde ronde? Ik zei, nou, ik durf niet vlug te starten. Ik zei, want het is te koud. Nou, meneer Van Laar, die heeft mij eens krankzinnig afgekeken. En die Noren die aanwezig waren, die ook in de wedstrijdcommissie zaten, die hebben gezegd, ik wist wel dat hij gekke streken had, maar dat hij zo gek was om nou te denken dat hij een wereldrecord kon. Dat is God zo mogelijk. Want er is nog nooit een wereldrecord gebroken boven de 7 graden. Maar ik had in mijn kop, en wat ik in mijn kop heb, dat gebeurt. En toen heb ik 8 ronden achter elkaar, heb ik 39-8, 39-9 gereden. 39-8, 39-9. En ik had graag, had ik veel sneller gaan rijden. Maar het was zo koud, nou ik zal het eind van de kou zeggen, mijn oren waren bevroren, mijn kin was bevroren, mijn pink was bevroren en mijn tenen waren bevroren. En deze 6 vingers, want heb je net die handen vast op je rug, die zijn er echt enkel maar afgegaan de laatste 100 meter, anders niet. Dus dan kun je wel nagaan onder welke omstandigheden dat gebeurd was. Wat was uw tijd? 8, 19, 2. Hoe lang heeft u dat wereldrecord gehad? Een jaar. In 1934 werd het stadion verbouwd en sindsdien is er eigenlijk niet veel veranderd. Wordt Eric Heiden in Heerenveen kampioen. De internationale schaatsunie besluit dat er nooit meer een groot kampioenschap op natuurijs verreden mag worden. Wat overblijft is een prima plek om je voor te bereiden op een groot toernooi. Bijvoorbeeld het EK van aanstaande vrijdag. De kanshebbers voor Nederland. Bart Veldkamp, de kampioen van 1990. Ben van den Burg, zilver op het WK van Innsbruck vorig jaar. De nieuwe Nederlandse kampioen Leo Visser. En Thomas Bos, de stille kracht van bondscoach Ab Kroop. Leo Visser is terug. Olympisch zilver en brons in 1988. Europees en wereldkampioen in 1989. Het verhaal is bekend. De vliegpapieren zijn binnen, net als de Nederlandse titel. Kan hij nog 2 toernooien voluit gaan? Ja, van tevoren keek ik daar een beetje sceptisch tegen aan. Ik dacht echt dat ik alles moest zetten op de WK. Maar eigenlijk heeft mijn eigen progressie me ook wel zo verbaasd dat ik denk dat ik 3 volle toernooien goed kan rijden.
Maar het WK blijft het belangrijkste? Ja, het is het grootste toernooi. Het is in Nederland, dus het heeft wel een pre op het EK. Maar ik ben op dit moment eigenlijk alleen nog maar bezig met EK. En het WK komt er eigenlijk pas in beeld zodra we dat hebben afgerond. Wat is nou het grote verschil tussen jouw eerste carrière, als we dit jouw tweede schaatscarrière zouden noemen? Ik denk dat het... Dat ik zelf het nog makkelijker kan relativeren. Ik schaats vreselijk makkelijk op dit moment. Omdat ik in mijn achterhoofd heb van, ja, lukt het niet, dan is schaatsen afgelopen. En dan stap ik binnen enkele maanden in een maatschappelijke carrière waar ik ook ontzettend veel zin in heb. Dus ik denk dat ik, wat dat er gaat, het makkelijkste hier rondrijd van alle sporters die hier aanwezig zijn. Je glimlacht ook een beetje, zo van, ik ben de slimste. Nou nee, dat zeg ik niet. Dat zeg ik niet dat ik de slimste ben. Maar ik denk wel dat ik gewoon maatschappelijk en dergelijke zo'n beetje het beste voorstaat van allemaal die hier rondrijden. Heb jij een mentaal overwicht op bijvoorbeeld Ben en Bart, als het er echt op aankomt? Nou, dat denken ze wel eens, heb ik het idee. Maar ik denk zelf niet dat het zo is. Maar alleen het idee al dat het misschien soms gedacht wordt, kan al een voordeel zijn. In hoeverre buit je dat uit als het er straks echt om gaat spannen? Maar één van jullie kan winnen. Ja. Nou, ik buit dat niet uit. Ik bedoel, ik zal me niet anders gedragen. Maar dat zou je toch kunnen doen? Je zegt zelf dat het een voordeel kan zijn. Als het dan echt om de eerste plaats gaat. Ja, een voordeel kan zijn, maar ik maak het zelf niet. Ik denk dat zoiets, dat andere jongens daar eigenlijk het maken dat je zo'n overwicht zou hebben, als dat je het zelf maakt. Ik bedoel, ik hoef er zelf niets aan te doen. Maar op het moment dat die... Nou, inderdaad. Maar ik bedoel, ik kan dat ook niet sturen. Op het moment dat de jongens dat gaan denken, dan is het al een voordeel voor mij. Maar het komt niet van mij af. Thomas Bos, hier achtervolgd door Gerard Kemkes, was op zijn 16e en 18e juniorenkampioen van Nederland. En dus sneller dan zijn leeftijdgenoten Van den Burg en Veldkamp. Dat is nu anders en soms best lekker. Ja, lekker. Kijk, die jongens die krijgen dan alle aandacht. En ik kan dan wel eens lekker gaan trainen, dat is wel fijn. Maar ja, ik kan me niet zoveel schelen, eerlijk gezegd. Maar dat zijn bijvoorbeeld persconferenties aan het begin van het seizoen en dan krijgt iedereen aandacht en jij zit daar te wachten? Nou, dan wordt er gevraagd van, hebben jullie vragen voor Thomas Bos? Nee, nou dan kan ik weg. Dus zo gaat dat en dan kan ik lekker naar elkaar met tv kijken en dan zitten hun te praten. Vind ik niet erg. Er zijn mensen die zeggen van hij is een beetje gemakzuchtig. Wie, ik? Nou, dat was ik vroeger zeker, ja. Nou ja, kijk, voor een World Cup bijvoorbeeld, toen dacht ik van, nou, ik ben nou nog lekker aan het trainen, waar zou ik me eigenlijk druk voor maken voor die World Cup? Maar omdat ik nu toch ook af en toe wel kansen heb om prijs te rijden, dan wil je wel wat drukker maken. En dan ben je wat minder gemakzuchtig, maar vroeger was dat inderdaad wel het geval, ja. De Nooren hebben drie sterke schaatsers. Wereldkampioen Johan Olaf Kos. Geir Kallestad. Hij viel in november van de trap, liep rugletsel op, maar is inmiddels hersteld. En Atne Sundral, de coming man van het Noorse schaatsen. Tenminste, als hij op de been blijft. Tenminste, als hij op de been blijft. Altijd iemand om rekening mee te houden. Michael Hatschief, dit jaar getraind door voormalig DDR-trainer Rainer Mund. Ja, es hat sich schon einiges geändert. Wir haben also das Training komplett umgestellt. Wir haben seit August Rainer Mund. Und haben also von dort aus eine ganz andere Trainingseinstellung. Selber auch eine bessere Trainingsmotivation. Und wir haben sicher gut trainiert, viel auf Ausdauer. Und momentan ist es eben noch so, dass wir recht viel noch in den Beinen haben, recht schwere Beine durch das Training. Und einfach noch nicht so in Schwung gekommen sind, weil einfach die Umstellung vielleicht zu groß war. Aber wir hoffen, dass wir also dieses Jahr oder diese Saison noch ein paar gute Resultate machen können. Und dann uns ganz konzentrieren auf nächstes Jahr, auf die Olympischen Spiele. Ist es nicht ziemlich spät, um jetzt noch vom Trainer zu wechseln? Ja, aber es ist so, es gibt nächstes Jahr die Olympischen Spiele und das ist sicher das Wichtigste, was ich noch zu erledigen habe. Ich möchte noch einmal gut laufen und da muss man vielleicht ein bisschen riskieren, ein bisschen mehr leisten und mehr machen wie sonst.
um eben dann bei den großen Wettkämpfen dann eben gut in Form zu sein. Alles oder nichts? Ja, ungefähr so. Sind Sie schon stark genug, um Koss und die Holländer zu schlagen in Sarajevo? Nein, ich glaube nicht. Das sind da gerade Holländer. Ben van den Burg hat heute wieder starkes Rennen geleistet. Das sind also sicher sehr starke Top-Leute da. Und es wird schwer sein, um ganz vorne dabei zu sein. Und bei dieser Dichte und auch mit den vielen Holländern ist man gleich aus den ersten fünf heraus. Also es ist sicher sehr schwer. Und momentan bin ich sicher nicht in der Lage, also unter die ersten drei zu laufen. En dat geldt ook voor deze dame. Gebrek aan conditie zal haar in Sarajevo met name op de langere afstanden opbreken. De titel gaat bij de vrouwen vrijwel zeker naar de Duitse rijdster Koenda Kleeman. Dat wil zeggen, als er inderdaad in Sarajevo geschaatst wordt. De dreigende golfoorlog was in Davos na het schaatsen gespreksonderwerp nummer 2. Bij de Amerikanen misschien wel nummer 1. U hoort Bonnie Blair. Well, right now I think it's on everybody's mind. You know, we try to listen to the radio station Voice of America so that we can kind of keep in tabs of what's going on. We only have a couple boys that are here right now, but the rest of our boys, the sprint team, is still in the United States. So they will be in the United States when we hear the deadline on the 15th, and they could get a phone call and have to leave if we were to go to war. You know, you have to think of the countries that are involved, and I think that's what's more important right now, and you would have to put skating on hold. I enjoy skating very much, and that's what makes me happy, but you have to think of other things in life as well.